Een te zwakke constructie in een deel van de Westerschelde-tunnel. Dat is de oorzaak van die scheur van 30 meter. En ondertussen laat de reparatie nog wel even op zich wachten. En verder in het nieuws vandaag. Een oproep tot inentingsactie. En de torenspits is weer terug. Goedenavond. De oorzaak van de 30 meter lange scheur in de oostbuis van de Westerschelde-tunnel aan de Beverlandse kant is bekend. Uit onderzoek bleek vandaag dat er verschillende fouten in de constructie zitten. En bij de Westerschelde-tunnel staat verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, wat is er nou op die plek daar precies achter jou nou aan de hand? Nou, het gaat eigenlijk om een combinatie van factoren. Zo oefent de grondlaag op de bewuste plek meer druk uit. Is er sprake van grotere krachten en is de wapening van het beton onvoldoende op de plek van de scheur. Dat heeft dus een scheur van 30 meter opgeleverd. Ja, en nu dan? Nou, de belangrijkste conclusie is dat er geen acuut gevaar dreigt. We kunnen gewoon met z'n allen door de tunnel blijven rijden volgens de Westerschelde-tunnel. Maar op termijn moet er wel wat gebeuren. En wat dat precies is, ja, dat weet de Westerschelde-tunnel nog niet. Pas in het tweede kwartaal van 2024 komt daar meer duidelijkheid over. We hebben nog even op een rijtje gezet hoe die scheur nou precies aan het licht kwam. In oktober 2022 wordt tijdens onderhoud van de oostbuis een lekkage gevonden. 2 maanden later blijkt het niet om een normale lekkage te gaan, maar om een scheur van 30 meter in het beton. In februari 2023 blijkt dat de schade groter is dan gedacht. Halverwege de scheur is ook het beton gebroken. De breuk is 2 meter lang en 1 centimeter breed. Eind juni worden de scheurwijdtemeters geïnstalleerd, die 24 uur per dag de breuk monitoren. Later wordt nog aanvullende apparatuur geplaatst om een beter beeld te krijgen van de situatie. 8 maanden na de ontdekking van de scheur, eind augustus, komt de Westerschelde-tunnel naar buiten met het nieuws. De directie wachtte hier naar eigen zeggen mee om eerst nader onderzoek te doen. Hoewel de breuk zorgelijk is en gerepareerd moet worden, is de tunnel veilig te gebruiken volgens experts. We hoeven dus ons geen zorgen te maken over de veiligheid. Betekent dat dan ook dat die scheur niet groter wordt? Nou, dat kan je zo niet zeggen. Er zit wel enige beweging in, maar dat gaat allemaal heel erg langzaam. Bovendien wordt alles 24 uur per dag gemonitord. Dus mocht blijken dat er toch grotere veranderingen plaatsvinden, dan kunnen er tijdelijke maatregelen genomen worden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een veiligheidsnet of een beplating om gruis en lekwater tegen te gaan. En Mercy, tot slot nog even. De meeste mensen zullen zich natuurlijk vooral afvragen, wat betekent die scheur nou concreet voor mij? In de zin van, ja, als die gerepareerd moet worden, gaat de tunnel dan bijvoorbeeld langere tijd dicht? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag die iedereen heeft. Maar daar kan op dit moment nog geen antwoord op gegeven worden. Pas in het voorjaar weet de Westerschelde-tunnel naar verwachting hoe die scheur gerepareerd gaat worden en wanneer dat gaat gebeuren. Dus nog even geduld hebben. Verslaggever Mercy Kamermans, dankjewel. De herstelwerkzaamheden aan het Zeeuwse spoor vanwege de verzakkingen gaan nog weken duren. Gisteren werd bekend dat langs de hele Zeeuwse lijn verzakkingen zijn. Toen was de verwachting van ProRail dat ze komend weekend alles konden herstellen. Maar ze hebben dus langer de tijd nodig. De komende weken rijden er in Zeeland dus minder treinen en rijden ze ook langzamer dan normaal. De A58 is een groot deel van de dag dicht geweest tussen Capelle en Ierseke. Vermoedelijk vanwege de mist botsten 2 vrachtwagens vanochtend op elkaar. Een van de chauffeurs is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder vanochtend botsten ook al 4 auto's op elkaar. Ook dat ongeluk gebeurde waarschijnlijk vanwege de mist. Wat is een kerktoren zonder torenspits? Bij de Maartenskerk in Schravenpolder werd er 1,5 jaar geleden schimmel ontdekt in de torenspits. En dus moest die gerestaureerd worden. En zaten ze dus helemaal zonder. Maar vanaf vandaag is de kerk weer bijna compleet. Op deze koude, mistige dag kijkt een handjevol toeschouwers naar hoe de torenspits, ook wel lantaarn genoemd, op de kerktoren wordt geplaatst. Ze hebben er lang op moeten wachten, maar als het eenmaal gelukt is, levert dat blije gezichten op. Ja, dat is weer mooi. Zo hoort het. Ja, nu waren we eraan gewend dat het eraf was. Maar... Het is gewoon een juweeltje. Een juweeltje bovenop een juweeltje.
Dus ons monument staat er weer keurig bij. Voor de mannen die de nieuwe lantaarn hebben gemaakt, was het nog wel een belangrijke dag. Ja, nou, het meer het overeind hijsen van de kar hier vond ik spannend. Het recht opzetten. En ik wist wel dat die paste, want we hebben al de vloerplaat hebben we al een keer gepast in de toren. Dus we wisten dat dat paste zou, zeg maar. Dus dat was geen probleem. Het enige dat nu nog ontbreekt is de windvaan in de vorm van een vis. En dan is de Maartenskerk weer helemaal compleet. Ik fiets hier 2 keer per dag langs, 's morgens naar mijn werk en 's avonds weer terug. Dus ik ga er iedere dag naar kijken. Zeeland krijgt 3,2 miljoen euro van het Rijk voor het openbaar vervoer. Het geld is bedoeld om de prijsstijging van de kaartjes te compenseren en om het OV in de regio te verbeteren. In totaal trekt het Rijk 300 miljoen euro uit voor het openbaar vervoer in het hele land. In Middelburg waren vanmiddag zo'n 30 studenten van de University College Roosevelt letterlijk stil om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Want ook in Middelburg voelen veel vrouwen zich niet altijd veilig. Er wordt heel veel nageroepen hier in Middelburg. Dat hoor je veel onder de studenten. Maar ook bijvoorbeeld in het uitgaansleven vinden er aanrakingen plaats die waar mensen niet op zitten te wachten. Of een manier waarop je benaderd wordt. Met dit protest roepen de studenten hun gemeente op meer te doen aan onveilige situaties. Zoals het verbeteren van straatverlichting. Zelf doen ze ook meer. Not Your Honey, het studenteninitiatief dat dit organiseert, is nu ook bezig met het op poten stellen van Ask for Angela. Waarin je dan in cafés zou kunnen vragen naar Angela. En dan zou het barpersoneel bijvoorbeeld weten dat je in een onveilige situatie bent. Of dat iemand je benadert op een manier waar je niet op zit te wachten, maar dat je eigenlijk zelf geen uitweg vindt. En zouden zij jou daarmee kunnen helpen. Het stille protest is onderdeel van een internationale campagne, Orange the World, die wereldwijd aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen. Onverstandig, dat vindt immunoloog Ger Rijkers van de keus van de Zeeuwse gemeente om niet aan de slag te gaan met de lage vaccinatiegraad. Gisteren werd bekend dat in heel Zeeland te weinig kinderen worden ingeënt. En volgens Rijkers vraagt dat om actie. Het afgelopen jaar is de vaccinatiegraad, die hier toch al laag was, fors gedaald. En volgens Rijkers is dat niet zonder risico, omdat de ziekten die de vaccinaties tegengaan, zoals de mazelen, levensgevaarlijk kunnen zijn. Er zijn veel mensen die zeggen mazelen is niet zo gevaarlijk. Dus mazelen overleef je wel. Maar op de hele wereld, nog 20 jaar geleden, stierven er ieder jaar bijna 1 miljoen kinderen aan de mazelen, omdat ze niet gevaccineerd waren. Dus het is niet onschuldig. Dus je neemt een enorm risico door je kind niet te laten vaccineren. De GGD Zeeland, de dienst die het gemeentelijke beleid moet uitvoeren, reageerde eerder in een schriftelijke reactie nog vrij koeltjes. Maar nu zegt de dienst zich ook grote zorgen te maken over de dalende vaccinatiegraad. Hoe meer mensen dus inderdaad niet gevaccineerd zijn, hoe meer kans op uitbraken, hoe meer mensen ziek zullen worden en ook hoe meer mensen een ernstiger verloop van een ziekte krijgen. Volgens de immunoloog van de UCR gaat de vaccinatie aan het eigen succes ten onder. Want juist doordat die vaccinaties zo goed werken, zijn we niet meer bang voor de ziekte die ze voorkomen. Niemand weet wat tetanus is. Niemand weet wat difterie is. Dat is maar goed ook. En zolang iedereen zich maar laat vaccineren, dan hoef je dat ook nooit te weten, want dan komt het ook nooit voor. Het is denk ik wel dat je goed moet realiseren dat je profiteert van het feit dat de meeste mensen gelukkig nog wel hun kinderen laten vaccineren. Want als iedereen een dergelijke nonchalante houding zou hebben, dan hadden we echt een levensgrote mazelenuitbraak in Nederland met veel meer doden. Dus het is niet een voorbeeld wat andere mensen moeten volgen. Het is hem dan ook een doorn in het oog dat sommige Zeeuwse gemeenten een lagere vaccinatiegraad hebben dan bijvoorbeeld Burkina Faso. Het is echt vreselijk, vind ik, dat landen waar ouders heel graag hun kind laten vaccineren, maar er gewoon niet voldoende infrastructuur en geld is in de gezondheidszorg om dat voor 100% voor elkaar te krijgen, dat we hier in Nederland, waar het vrijwillig is en gratis, dat je daar in diezelfde categorie thuis hoort. Dat moet niet. En net als Ger Rijkers roept ook de GGD Zeeland, zei het iets wat schoorvoetend, de gemeentebesturen op om iets aan die dalende vaccinatiegraad te doen. Een gemeente kan natuurlijk gewoon wel kijken van hoe zit bij ons in de gemeente de doelgroep eruit en hoe kunnen we samen optrekken om die mensen te benaderen. En wat hebben zij nodig om eventueel wel te vaccineren en samen inderdaad die hogere vaccinatiegraad te bereiken.
En voor wie nog twijfelt, je kind alsnog laten vaccineren, dat kan nog steeds. En het advies van de GGD Zeeland is ook om dat wel te doen. De Zeeuwse Gezondheidsdienst benadrukt dat je ook altijd bij hen terecht kunt als je nog vragen hebt. Vooral in het midden van Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen was er vanochtend sprake van dichte mist. En die loste ook maar lastig op. Toch werd het later op de dag redelijk zonnig. Morgen opnieuw lokaal mist of nevel, maar dichter bij zee opnieuw vrij veel zon. Zaterdag nog op veel plaatsen nachtvorst en aan zee kan het dan een enkele bui vallen. Het laatste nieuws dat vind je natuurlijk altijd online op onze website en in onze app. Zoals antwoord op de vraag wie er binnenkort komt te werken in de burgemeesterskamer van Goes. Vanavond wordt bekend wie de nieuwe burgemeester wordt van de stad. Zodra dat bekend is, vind je dat natuurlijk online in onze app en op onze site. Tot zover Zeeland nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne avond.